De wedstrijd Napoli-PSV heeft geen enkel belang meer. Rick Elfrink sprak met Tini Sanders over de laatste prestaties van PSV. Ja, het is momenteel wel wat onrustig rond PSV natuurlijk, hè, omdat je 3 nederlagen op rij hebt gehad. Ja, dan komt er automatisch ook kritiek in de media. Ronald Waterhuis heeft daar afgelopen weekend iets over gezegd. Die zegt, ja, het beleid van PSV is, dat loopt eigenlijk nooit langer dan een seizoen. Nou ja, Tini Sanders, de directeur van PSV, die reageerde daar behoorlijk stekelig op. Die zei, ja, die Waterhuis die doet zich voor als een soort insider. Maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Want ik zie hem namelijk nooit in het stadion. We hebben hem uitgenodigd om een kopje koffie af en toe te komen drinken. Maar hij is nooit geweest. Dus waar heeft die man het eigenlijk over? Lees meer in het Eindhovens Dagblad van donderdag.